Om op korte termijn het cellentekort in de Bijlmerbaaiers te verminderen, is vandaag begonnen met de plaatsing van tijdelijke cellen voor 50 gedetineerden. De penitentiaire inrichtingen over Amstel, zoals de Bijlmerbaaiers officieel heet, herbergen momenteel 620 mensen. In afwachting van nieuwbouw en renovatie op andere plaatsen wordt hier het cellentekort bestreden door geprefabriceerde cellenunits te plaatsen. Die zullen minstens 5 jaar dienst moeten doen. Het NOS-journaal besteedde onlangs aandacht aan de oplossing voor het cellentekort in Nederland. Deze oplossing werd aangedragen door het bouwbedrijf Ursem in Wognum. Over dit project praten wij met Jan en Theo Ursem. Als ik het goed heb begrepen en de ontwikkeling van dit bouwbedrijf ken, dan hebben jullie op dit gebied natuurlijk andere dingen gedaan. Ik denk aan die tijdelijke huisvesting van bejaarden. Is dat zo'n beetje het ontstaan geweest, Theo? Ja, ik denk dat heel juist is. Ik vind het ook een beetje gevaarlijk om een vergelijking te gaan maken. Gevangenen en bejaarden, hè, dat zou voor de bejaarden toch wat slecht overkomen, denk ik. Maar het is inderdaad zo, bij renovatie van bejaardencentra's maakten we al gebruik van een stelsel van gangen. Met daarom de verblijf voor de bejaarden gesitueerd. En we kwamen met het idee dat voor de gevangenen een soortgelijke situatie zou moeten ontstaan. Maar dan natuurlijk wel wat beter beveiligd tegen uitbraak. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit bericht dus las en hoorde, denk ik containerbouw, cellen. Hoe moet ik me dat nou in godsnaam voorstellen? Containers zien wij dus op vrachtauto's staan, een gat erin, een deur erin en dat zou het dan moeten zijn. Maar bij benadere bestudering blijken toch hele kleine bungalows te zijn. Nou, dat klopt. Het is naamsverwarring wat met containers ontstaat, die komen wij ook alle dagen tegen. Het is gewoon een compleet project, maar transportabel. Je kan het met een kraan op een auto zetten en weer ergens neerzetten. Maar de zeecontainer, daar komt eigenlijk de begrip verwarring vandaan. Die benaderen we eigenlijk helemaal niet. Goed, uiteindelijk dan krijg je een uitnodiging van Rijksgebouwendienst. Dit project. Alles erop en eraan is eigen ontwikkeling of is het een samenvoeging van een aantal zaken wat jullie toegespeeld hebben gekregen? Ja, in eerste instantie hebben wij het helemaal op eigen idee ontwikkeld. Want wil je bij Rijksgebouwendienst en Justitie binnenkomen, dan moet je toch wel met een goed plan komen. En daarvoor zijn we naar de gevangenis in Horens een praatje wezen maken met de directeur om te kijken wat is er nou allemaal nodig voor zo'n totaal cellencomplex. En toen hebben we de zaak dus ontwikkeld, getekend. En het idee is in grote lijnen helemaal van onszelf afgekomen. Alleen de juiste situering voor de plek bij de Bijlmerbaaiers, daar is natuurlijk erg veel inspraak van en de bewakers en Rijksgebouwen zelf geweest. Hoe zit het dan met water, licht, afvoer en al dat soort dingen meer? Kan je dat ook zomaar aan elkaar schuiven? Nou, het is inderdaad zo. Het project zou best zodanig kunnen werken dat er een eigen ketelinstallatie zou zijn, dat er een eigen watervoorziening is. Want het is gewoon een kwestie van aansluiten op de openbare nutsbedrijven. En dan kan het totaal, bij wijze van spreken, in het weiland gebouwd worden. Als het juist is, dan kost een gevangenisunit gebouwd, althans gevangenis in het algemeen, ongeveer 2 ton. Ik kan me toch voorstellen dat dit beduidend goedkoper is. Is men niet vreselijk gelukkig bij Rijksgebouwendienst met de firma Ursem? Nou ja en nee. Kijk, het is het probleem met tijdelijke huisvesting is dat ze het erg snel af gaan schrijven. Een definitief gebouw wordt nauwelijks afgeschreven. Of het wordt wel afgeschreven, maar op een veel langere termijn. De overheid is het algemeen 40 jaar. Jullie zijn ook, laat ik zeggen, een normaal bouwbedrijf. En jullie bouwen woningen en al dat soort andere zaken. Maar dit soort dingen bouwen, daar moet je gigantische ruimtes voor hebben, geloof ik. Ja, ruimtegebrek, dat is er altijd. Maar het is eenmaal met dit soort projecten zo dat je geen aaneensluitende opdrachten hebt. Dus dat je daar echt op investeren kan door te zeggen van nou, we zetten een knaap van een fabriek neer en daar hebben we constant werk in. Dat is, het zijn allemaal pieken en dalen, dat je weer een tijdje niks hebt. Dus daarom hebben we nou gekozen en de mogelijkheid gekregen om een bovenkaspel te bouwen bij de CMB.
Oh, dat is werkelijk uniek, want daar heb je ruimte zat natuurlijk. Ja, inderdaad. Om eens wat in details dit project te bekijken, staan we hier voor de tekentafel van dit hele project. En dan weet ik niet of Theo of Jan hier het meeste van weet. Jan, jij weet hier het meeste van. Hier komen 48 cellen, plus 2 isolatiecellen hier zo. En dan voor de rest is het hobbyruimte en waar de mensen te werk gesteld worden. We hebben in deze 2 vertrekken gedaan, plus een magazijn. En hier, het is dan bepaaldelijk niet alleen maar cellen. Het is, als ik dat zo bekijk, is het eigenlijk een complete gevangenis. Inderdaad, het is helemaal compleet. En het is ook dat deze mensen die hier gedetineerden hier gehuisvest worden, die moeten beziggehouden worden in dit gedeelte. Hoe groot moet ik me die cellen voorstellen? 2,5 bij 3,50 meter is de verblijfseenheid voor een gedetineerde. Het is toch werkelijk een uniek project wat een eenvoudig bouwbedrijf in West-Friesland heeft ontwikkeld. En niet alleen dit, het ontstaan was tijdelijk een verblijf stichten, ergens voor, een verblijf bouwen, ergens voor. Dat was het project van de nieuwe gevangeniscellen in de Bijlmer Baaijes.